Welkom bij de sites Elisabeths Wandel- en Fietstochten. We nemen u mee. Rondleiding Moderne Architectuur Den Haag. Wij laten u dingen zien die in vroege tijden modern gevonden werden en gebouwen van nu. We leggen uit wat er modern aan was en hoe dat nu en toen gemaakt was. Dit is het stadhuis van de architect Richard Meijer in de 90e jaren gebouwd, wat toen heel modern was, met een gigantisch glazen dak en een atrium. Eigenlijk zijn het twee gebouwen die met flyovers met elkaar verbonden zijn. Dat is heel goed te zien. Een ander gebouw uit dezezelfde periode, ook de 90e jaren, het nieuwe Tweede Kamergebouw. De bedoeling was dat er een soort rondbouw zou ontstaan met een contact met de buitenwereld. De praktijk blijkt dus heel anders te zijn. De Passage. In voor die tijd een enorm modern gebouw. Vanwege een glazen dak wat er toegepast is. Heel goed te zien op het plaatje. Dat is afgeleid van Crystal Palace. Een wereldtentoonstelling die in Londen gehouden werd. En Den Haag moest natuurlijk ook iets Parijsachtig hebben en kreeg dat met deze partij. De eerste steen werd gelegd in de 19e eeuw, hier zien we het, 1884 om precies te zijn. En het was een particulier initiatief. Hier de nieuwe passage, aansluitend op de oude passage. Daarmee is er een doorgebroken routing in de stad gekomen. Dat je vanaf de Grote Marktstraat naar de passage, oude passage kunt lopen. En een soort blok rond kunt lopen. De nieuwste bouwtermen wil zeggen dat je een gebouw maakt waar een losse gevel tegenaan ziet, zodat je niet meer ziet wat erachter eigenlijk aan de hand is. Die gevel heeft ook geen dragende functie meer, die is enkel ter afsluiting. En dat is eigenlijk in de hele stad te zien. Dat was de hoogste toren, dat heette Transferium. En dat was in de 70e jaren een rechte vierkante doos. En daar heeft twee puntmutsen bovenop gezet. En daar in de bovenste verdiepingen zit niks in. Dat is gewoon leeg. Want de liften gingen niet zo ver. De muzen, 9 in getal, waren in de Griekse mythologie de godinnen van kunsten en wetenschap. Onder aanvoering van de god Apollo plachten zij op de top van de berg Parnassus de goden lofliederen toe te zingen. In woorden als amuseren, museum, mozaïek en muziek komt hun naam van muze nog terug. Hier binnenlandse zaken, VWS, een ontwerp hier aan de rechterkant van Sjoerd Soeters. En hier gaan we naar de BISA, binnenlandse zaken en justitie, een ontwerp van Koolhof. Nu lopen we door naar het Centraal Station, waar we de prachtige dak van Neutlings Riedijk bewonderen. Het idee is dat het een soort palmbomen zijn die een dak dragen. Het dak, Neutlings Riedijk is dit gebouw. En dan zien we hier een overgang naar wat velen en in het bijzonder Berlage als het mooiste gebouw van Nederland beschouwen. Althans, daar is het toe uitgekozen. En het is gebouwd als museum in de 20e jaren van de vorige eeuw. Geen hoge trappen meer om bij het gebouw te komen, maar een gang.
Hartelijk dank voor uw bezoek aan de Haagse site www.elisabeths.nl. Voor andere steden verwijzen we u graag naar onze site www.touristguideholland.nl.